Roy Donder is altijd wat bijzonders. Zoals bijvoorbeeld die matching outfitten die ze altijd dragen tijdens het quoten. Toch is dat bijzonder? Nou, vond ik volgende video ook leuk om te benoemen. En toen vond ik de winkel waar ze die matching outfits vandaan hebben, want daar maken ze reclames voor. Het zijn gewoon grappige reclames, die ook niet altijd even goed gaan. Zo dames, waar gaan jullie op af? Wij hebben zo'n feestje. In een Frankie's outfit natuurlijk. Nou, daar heb ik dus een grap over gemaakt. Vond de eigenaar niet leuk hoor. Oh, dit is de tokkie-eigenaar van Frankie's. Vond niet grappig. Sterker nog, hij wilde hem opkomen zoeken. Hij noemde hem ook nog helemaal zo woorden die ik niet in de eerste 30 seconden voor YouTube mag zeggen. En hij stuurde mijn adres als een soort bedreiging. Toen heeft hij me ook nog de hele avond gebeld. Nou, dat vind ik dan ook wel weer zielig. Hij heeft hier echt wakker van gelegen. Maar de volgende ochtend ging hij me gewoon weer bedreigen. En dan mij blokkeren. Waarom blokkeert hij mij? What the fuck? Oh, nou goed, hey, als je kijkt, ik weet dat je kijkt. Sorry dat je zo'n groot ego hebt, fucking bitch. Blijf bij me, nooit meer alleen. Amor, amor, amor. Mucho. De B&B die wordt nog steeds verbouwd. Alles wordt natuurlijk zwart en goud. Het ziet al helemaal zomaar, wacht, het mooi goud zo. Yep, en zwart, ik overdrijf niet. Hier de dozen, Black Edition. Black and Gold, made in Italy. Goed, ondanks dat alles dezelfde kleur was, ging het toch nog mis bij het uitkiezen van de kleuren. Nou, zijn dit de tegels? Dit zijn de tegels en dit zijn die goudtegels. Dus kijk even daarna, want we hebben die nog niet gezien in het echt. Is dat de verkeerde kleur goud, hè? Nou, dit is ook nog een verrassing, hoor. Ja, we gaan eens even kijken, want we hebben alleen maar gezien op internet. Ja. Het lijkt wel een beetje antraciet, hè? Of is het echt zwart? Nee, het is niet zwart, zwart, zwart. Nee, hè? Nice. De enige kleuren zijn nu de verkeerde kleuren. Er zijn ook natuurlijk dingen goed gegaan. Ja, onder de trap komt een soort chillhoekje waar mensen even kunnen chillen als ze uit de jacuzzi komen. En, Zie, het is fucking nice. Na een jacuzzi chill ik hem ook het liefst onder de trap. Oh, het is echt zo nice dat deze B&B het plekje onder de trap heeft voor na de jacuzzi. Nou, zij nog weer leuke hoekjes bouwen en Roy deed in principe alles verkeerd. En Frans, die werd helemaal lijp van hem. Wat moet hier nou mee, Roy? Ja, maar het waren meer dingen, Roy. Even wachten, kom zo even bellen. Heb je even tijd om te lunchen? We zijn even aan het kijken hoe uitkomen dat het precies 20 is. Ja, dat zegt jou allemaal niks. Maar de trade is wel voor 20. Nee, jou ook niet, denk. Ja, maar... oh, hij kan wel tellen. Spap, nou, maar Spap die doet al heel het zo misselijk over mij. Tijdens ook dat hij op zijn luie reet zit. Een beetje mansplainen, alsof Mies van niks weet. Ja, schat, maar dat zegt jou natuurlijk allemaal helemaal niks. Jij ook niet, Roy. Bob, jezus. Ik heb nu toch een vriendin. Je moet hem niet over schut zetten. Jeez. Goed, zijn natuurlijk weer zoals altijd nul voedingswaarde eten. Heel veel boter, gehakt uit de supermarkt en wit brood. Als het aan de spap ligt, eet hij helemaal niet. Pakt hij af en toe een blikje energy en dat was het. Oh ja, en natuurlijk. En het, nou, af en toe. Jezus, ik zag net die emmer. Het is ook niet super geloofwaardig als je zegt dat Frans nooit iets eet. Als hij er zo... Ja, sorry. Oké, okay, dat is heel onaardig. Laat maar. Trouwens, superleuk. De bovenste verdieping was helemaal af. Nadat Frans maandenlang eraan heeft gewerkt. Wel slecht nieuws. We hebben wel leuk nieuws en ook minder leuk nieuws. Oh ja, dat gaat alweer. Maar dan doe maar eerst minder leuk. Minder leuke nieuws is... Ja. Dat we de bovenste verdieping, die dus vandaag klaar is, niet mogen gebruiken als slaapkamer. Ze hadden niet van tevoren even kunnen kijken of ze een vergunning kregen. Deze kerel is 72 jaar. Ging af en toe op zijn bek. En het kwam niet eens op om van tevoren even te vragen of ze een vergunning kregen. Goed, maakt niet uit. Eerst onderweg naar de sauna uitzoeken. Oh, trouwens, ze hebben weer een nieuwe auto. Twee elektrische auto's. Best wel chill, want die andere hebben ze nooit opgeladen. Ik kan nog 80 kilometer. En jij? Oh, nee. Ja, ik nog minder. Zouden ze weten dat je die auto ook weer gewoon kan opladen? Hoeveel kilometer kunnen we nog uitrijden? 26. Hey, nog 40 kilometer. Kunnen we weer een nieuwe gaan uitzoeken? Wat leuk. Ah ja, wist je dat je de auto nog een keer kan opladen? Dat hoorde ik van Johnny. Je hoeft niet elke keer een nieuwe... Doe niet zo gek. En dan zo meteen hier de eerste benzinepomp. Nou, hier kunnen we tanken. Nice. Nou, zij dus hun elektrische auto tanken. Oké, connect plug. Eerst connecten. Hij doet het al. Nee, nog niet. Moet hij terug hierin? Return plug. Connect plug. Ze zijn een soort anti-elektrische autoreclame. Zie je, als ik naar hun kijk en hoe zij omgaan met een elektrische auto, dat wil ik nooit hebben. Wat verdomme. Card fucking. Card
Doe een backflip. What the fuck? Trouwens, we waren natuurlijk onderweg om sauna te shoppen. Dus Roy kijken naar zwembaden. Dit is top. Het ziet er echt gewoon, ja, duur uit. Het is ook duur, ik weet niet. Ziet er duur uit, ik ga stuk. Dat is ook als ik het doe. Ja, dat is ook duur. Zij gaat nu stuk? Zij is nu stuk aan het gaan. Ik ga nu helemaal stuk. Ik kan niet meer. Oh, dit is infrarood. Het is wel echt goed voor je spieren, toch? Heel erg goed, ja. Zet dat plastic jasje maar even af. Ja, of niet? Dat plastic jasje vliegt zo in de fik. Gezellig. Is mooi, hè, Romy? Daar mag jij niet in. Is leuk, hè? Nou, als we hem niet te heet zetten, kan ze wel even in. Wat? Je kind mag niet eens in een auto achterblijven. Ze slaan gewoon die auto over. Gewoon direct het kind in de sauna. Het is toch geen auto, of wel? Goed, niet alleen Frans, Roy en Mies zetten zich in voor de B&B. Ook Rianneke en Nel. Denk jij worstenbroodjes? Hoe leuk zal dat zijn voor de B&B? Eigen gemaakte worstenbroodjes. Twee keer een zes onze naak. Smaai is de zus van de smam en de peetante van mij. Ja, dus we hebben wel een band. En hun zijn best wel een beetje twee handen op één buik eigenlijk. Doen echt heel veel dingen samen. Oké, ik ben heel benieuwd wat nu de band is tussen die twee zussen. Deze twee? Twee handen op één buik. Ja, mijn zus en ik hebben een band. Besties zijn het. Ongelooflijk. Hartsvriendinnen. Weten alles van elkaar. Wat rouwdouw. Ja. Daar gooi ik ook stuk. Daar kom ik ook niet meer bij. Nou ja, ik denk, stop me nou maar even hier in de keuken, hoor. Want, oh. Hoe lang moet zij blijven kneden nog? Nou ja, ze moet even proeven of je goed is. Ze is rauw gehakt aan het kneden. Wie de fuck proeft er rauw gehakt om te weten of het goed gekneed is? Wat voor hekserij is dat nou? Hè, mis ik iets? Hoe lang moet zij blijven kneden nog? Nou ja, ze moet even proeven of je goed is. Nel, is de oven al warm genoeg? Wil jij even proeven? Ons Mai die proeft altijd, ja. Proeft alles, dus Ja, nee, Nel, je mag nog wel anderhalf minuut doorkneden eigenlijk. En je handen wassen, zou ook wel fijn zijn. Trouwens, waarom staan je allemaal badkamerspullen in de keuken? Oké, goed. Nou, zij de vingers erbij aflikken. En daarna lekker door met kneden. Ik weet niet waarom, maar het voelt een beetje nu alsof Rianneke en Nel niet willen dat de B&B een succes wordt. Eerst komen ze met die teringzooi van de kringloopwinkel. Nu met speekselworstenbroodjes voor de gasten. Nog meer goede ideeën? Slapen en ontbijt is, het is toch niet B&B, waar is B&B? Bed and breakfast. We zijn in Nederland. Je moet iets in Nederlands doen, maar niet het Engels. Ontbijten, slapen en pleiten. Niks meer gezegd. Klaar. Hartstikke leuk. Ontbijten, slapen en pleiten. Ik weet niet of je... Gaan jullie dit in editen? Ja? Oké, mooi. Hey Roy, ik weet dat je nu kijkt. Fuck, wat is nou de titel? Hartstikke leuk. Slapen en pleiten. Ontbijten, eerst ontbijten, dan slapen, pleiten. Ze vond het ook echt een goed idee dat ze Roy gingen bellen om het hem te vertellen. Een leuk idee. Vernoem voor jouw B&B. Ontbijten, slapen en pleiten. Het kwam in me op toen ik tante Sjaan haar vingers zag aflikken net voordat ze de worstenbroodjes ging maken. En toen dacht ik... Worstenbroodjes? Nee, wacht. Wat bedoel je worstenbroodjes? Pleiten. Wat? Ontbijten, slapen, pleiten. Fucking hell. Roy? Moet ik er hier 12 van maken? Van alles, weg het al bij elkaar, hè? Ik krijg kortsluiting. En dan pakken we hem zo. Niet te hard kneden. Ik knee niet. Ik hoor een beetje irritatie in jullie stem, dames. Zie je? Die zussen mogen elkaar niet. Of net aan. Gewoon omdat ze zussen zijn. Twee handen op één buik eigenlijk. Ik moet wel eerlijk zeggen... Troster kunt ook meenemen. Maar ik verbrand me eigen bijna. Niet even niks zeggen nou. Die worstenbroodjes zagen er echt fucking lekker uit. Geen idee hoe worstenbroodjes eruit horen te zien. Maar dit ziet er gewoon lekker uit. En Roy die vond ontbijten, slapen, pleiten zo'n kutnaam. Dat hij een noodmeeting is gaan inplannen met Michelle. Drie keer rijden waar ze het over gaan hebben. Proost schat. Proost. Op het succes van de B&B. Ze zijn nog niet eens open. Die zijn nog niet klaar met verbouwen. En wat wel klaar is, dat heeft geen vergunning. Ze hebben wel worstenbroodjes. Vroeger had je de zangeres zonder naam. Zullen wij gewoon de B&B zonder naam doen? Ja, ik weet het niet. B&B zonder naam. B&B zonder naam. Ja, dat is een idee. Wat past er nou echt bij ons? En wat is commercieel? En wat is iets waar je het makkelijk onthoudt? Diamond. B&B Spa Diamond. Oké,
Oké, diamant. Je hebt niks van diamant in dat hele huis niet. Alles is van goud. Noem het dan zwart met goud. B&B zwart met goud. Ja, dat is ook lelijk. Wat denk je van B&B spa goud? Ofwel, natuurlijk. En ik keek ineens Mies aan. En ik zie haar gouden oorbellen. En ik dacht... Goud? Ja, gewoon makkelijk. Ja, heb je heel niet goed moeilijk denken. Alsof hij het wiel heeft uitgevonden. Ik keek Mies aan en ik wist het. Ik zei, Mies, ik weet het. Spa goud door je oorbellen. Ja, daar had je mijn oorbellen voor nodig. Niet omdat heel dat B&B fucking goud is. Welke dingen hebben jullie geslapen? Spa goud kan ook. Hey, goud? Maar B&B moet er wel in. B&B goud en spa goud. Ja. Weet je wat heel toevallig is? In dit restaurant, waar wij dus nu deze naam hebben bedacht... heeft Mies vorig jaar de naam Romy bedacht. Ja, dat klopt. Hetzelfde restaurant. Oh, serieus? Dus niet alleen B&B Spa Goud, maar ook Romy is in dit gezellige restaurant bedacht. En jullie hadden echt dat restaurant nodig voor die inspiratie. Niet omdat Ro de eerste twee letters van Roy is en Mie de eerste twee letters van Mies. Maar krijg je nou ook altijd goede ideeën? Ook zakelijk en... Zo dit, maar dat is gewoon lekker water, lekker chill. Fijn plekje. Ja, dat is ons ideeënplekje. Dat hij nog niet bestaat, hé. Oké, Roy. Oké, Jesus. Waarom doet Roy alsof hij zwaartekracht heeft uitgevonden? Spa goud. Hoe kan het nou dat dat nog niet bestond, hè? Roy en Mies kunnen nu in ieder geval wel de deur uit en kleine Romy mag mee. Je moet toch niet omhoog? Hij is nat. Kun je hem opnieuw doen? Zo, is goed, hoor. Wat? Is dat een kapsel? Dat is gewoon één stekel. Ik moet nog zoveel leren voordat ik aan kinderen begin. Ik wist niet dat dit een kapsel was. En de opening hebben we ook nog helemaal niks voor geregeld, hè? Wat gaan we eigenlijk doen met de opening? Gewoon wat hangtafeltjes, een hapje, een drankje. Ik moet even achter de laptop zitten. Komt goed, schat. Ik moet positief zijn. Het komt goed. Tuurlijk. Met de opening is het gewoon klaar. Ja, maar anders doe je de opening niet, toch? Ik wil jullie allemaal welkom heten bij de opening van B&B. Gouden ontbijten, pleiten worstenbroodjes, laat het doek maar zakken! Ja, ik weet, het is nog niet helemaal af. Goed, maar de opening is sowieso nog niet, want als allereerst is de boekenpresentatie. Die is al over een paar dagen. Kijken zelf eens in zo. Maar ze willen er ook een persoonlijk tintje aan geven. Met een gedicht. Wij hebben jouw boek natuurlijk al mogen lezen. En dan lees je... dat ook jij een moeilijke tijd hebt gehad. Ook jij? Oh. Hij is degene die is gepest. What the f... En lieve Roy, toen las ik in jouw biografie... dat het soms niet allemaal om mij draait. En dat vond ik even wennen. Het viel best wel zwaar. Nou, succes met je boek. Joe. En nou heet hij Mies. En ik ben hartstikke dankbaar dat hij haar heeft. Maar ik mis hem ook heel erg. En dat is gewoon altijd, of ik hem nou wel of niet zie... Ja, wij zijn gewoon altijd één. Ja, dat kennen we nu wel. Als Rianneke zegt dat twee mensen één zijn... Ik bedoel, vorige aflevering zagen we gewoon dit hoor, Rianneke. Hallo. Kan ik over 3 minuten terugbellen? Alweer? Nee, ik zit je te fokken. Goed, de boekenpresentatie was eigenlijk super cute. Alle mensen waar die van hield waren er. Het is gewoon eigenlijk een hele rijke gast. Een familie, vrienden, een dochter, een vriendin. De bestie van Nel was er. Toen moest hij speechen en toen zei hij dit. Nou, ik ben niet van de hele lange speeches. Dat gaan we ook niet doen vandaag. Om vervolgens een tering lange speech te houden. Holy fuck. Hij begon gewoon op een gegeven moment over de sport die hij vroeger deed. Toen was ik veel drukker met paardenbloemen plukken dan met voetballen. Dus ik paardenbloemen plukken in plaats van voetballen. Goed, dat waren de eerste 4 hoofdstukken uit het boek. Jouw familie wil ook even, we hebben iets opgeschreven. We wouden het eigenlijk niet doen. Oh, zo, wacht even hoor. Ik was even bijna vergeten dat alles ook over Rianneke moest gaan. Dus zij ging nog even wat voorlezen. Maar we hebben het boek dus natuurlijk al gelezen. En dit echt heel veel indruk op ons. Tering zeg, wat de f... Rianneke kon gewoon aan met een heel rol perkament. Lieve Roy, ik heb een brief aan jou geschreven. En ik wil die heel graag voorlezen. Maar ik zal het kort houden. Even kijken hoor. Oh ja, dag 1. Rianneke werd geboren. Dat ben ik. Ik ben Rianneke. Hi, allemaal. We hebben je boek al mogen lezen, natuurlijk. En dan lezen wij dat jij ook een hele moeilijke periode hebt gehad. Ja, ik moet zeggen, ik moest ook wel heel vaak slikken hoor, man. En dat deed me zoveel denken aan vroeger, voordat ik Mies ontmoette. Oké, dat was een gay grap. Haha. Laat even weten of je nog aflevering 6 wilt zien.
Ik heb hem nog niet gekeken, dus laat even in de comments weten hoe die is.